En tatoeages zie je steeds vaker in het straatbeeld. De een vaak nog mooier dan de ander. En tegenwoordig is er een nieuw fenomeen. De thuistatoeëerder. Iemand die thuis zonder vergunning tatoeages zet. Melanie, jij bent 17 en jij bent zo'n thuistatoeëerder. Hoe ben je daarop gekomen? Nou, ik ben nu al ongeveer 3 jaar aan het ontwerpen. En ik... Ja, ik ben nu ongeveer 3 jaar aan het ontwerpen. En ik vond het gewoon leuk om zeg maar een stap verder te gaan. En ik heb altijd al sinds klein tattoos heel mooi gevonden. En ik dacht er zelf aan om gewoon ook verder erin te gaan. En dat doe je thuis? Maar doe je dat echt op je slaapkamer? Of heb je daar een speciale kamer voor ingericht? Hoe moet ik dat zien? Ja, nu heb ik het voorlopig nog op mijn slaapkamer. Maar ik heb een, zeg maar, mijn eigen hoekje zeg maar, gemaakt. Om alles gewoon hygiënisch te houden. En dat het niet in contact komt met andere dingen uit mijn kamer. Maar het is wel in je slaapkamer. Lijkt me niet helemaal hygiënisch. Ja, dat wel. Maar het is zeg maar aan de andere kant van de slaapkamer. Dus zeg maar in mijn deuropening. Dan... Oké. Okay. En wat kan jij thuis allemaal zetten? Nou, ik zet nu voornamelijk kleine dingen. Dus bloemetjes, hartjes, dat soort kleine datums, namen. En hoe oefen jij dat? Ik oefen meestal gewoon op oefenhuid. Of gewoon op mensenhuid eigenlijk. Ja. Hey, I'm Radio is natuurlijk ook op televisie. Ja. Dus willen we jullie even de tattoos laten zien? Ik heb niks. Maar kan jij een tattoo laten zien op je lijf? Ja, ik heb 1 op mijn buik. Oké. Okay. En dat is 2 jaar... Dat is 2 jaar geleden gezet. Dat is mijn initialen. Oké. Okay. En is dat ook door een thuistatoeëerder gezet? Ja. Oké. Okay. En wat kostte die tattoo? Die tattoo die kostte 20 euro. Kijk. Ja. Heb jij een tattoo, Joy? Ja, ik heb een set. Vertel. Laat ze niet allemaal zien, maar deze mag je wel zien. Het is een zwarte panter. En die heb ik zelf ontworpen samen met die tatoeëerder. Dus. En waar staat die voor, als ik vraag me? Nou, de helft van mijn familie komt uit Suriname. En Black Panthers. En ik dacht van, het hoort er wel een beetje bij bij mij. Want zelf ben ik ook heel erg tegen racisme en al die dingen. En daarom dacht ik van, ik ga hem gewoon zetten. En ik heb hem zelf getekend, dus. Het is ook een beetje herinnering aan mezelf. En Wouter? Ja, nou ja, ik heb mijn hele armstem gevolgd. Ik kom even laten zien. Shirt uit, shirt uit. Ah, oké. Okay. Voor jou dan. Oh ja, sorry. Ik heb, dit noemen ze een full sleeve. Het is echt de hele arm helemaal vol. En niet bij een thuistatoeëerder? Nee, dit heb ik echt in de shop gezet. En waarom niet bij een thuistatoeëerder? Ja, ik zie het echt als een kunst. En, zal ik... Ja, ik vind dat weer echt een kunst. En ik vind dat moet door de professionele mensen gedaan worden. Mensen die jaren ervaring hebben en die echt met bloed, zweet en inkt... eigenlijk geleerd hebben om de perfecte tattoo te zetten. Zodat het is voor levenslang. En ik vind dat moet echt op een professionele manier gebeurd worden. Ben jij tegen thuistatoeëerders? Ja, ik persoonlijk, met alle respect naar jou... ben ik eigenlijk heel erg tegen thuistatoeëren. Want ik vind, ja, je moet het gewoon echt leren. In een shop is dat de beste plek om te doen. Degene die daar staat, die heeft al jaren ervaring... En maar, die kan het beste op jou Melanie, je hebt een half jaar bij iemand in leer gezeten. Ja, ongeveer wel. Maar ook een thuistatoeëerder of echt iemand met vergunning en shop? En... Nee, dat was een thuistatoeëerder. Wat vind je dat hij zegt van die thuistatoeëerders, die moeten er gewoon mee ophouden? Nou, ik vind zo, iedereen heeft zijn eigen mening. En thuistatoeëerders die leren het dan op de andere manier. En het is ook meer gewoon omdat door mijn leeftijd, ik ben nu 17 eigenlijk, mag je pas vanaf je 18e. En ja... Thuistatoeëerders, die zijn er eenmaal. En professionele mensen, die kunnen het inderdaad op de betere manier doen. Maar, ik heb jou dat artikel laten... Die heb je gelezen, toch? Dat artikel. Wat vind jij daar nou van? Welk artikel? Moet even Het artikel... Ja, ik weet het ook niet. Nee, in het artikel staat dat dus gewoon thuistatoeëren eigenlijk heel illegaal is. Heel ongezond. Naalden die van mens op mens. Hepatitis B. De klagen tatoeëerders over mensen die dus een tatoeage hebben van een thuistatoeëerder. Dat te diep gezet is, ontstekingen. Ja. Maar wat vind jij daar nou van? Ben jij het daarmee eens? Ben je bewust dat je een soort risico... dat het gevaarlijk is wat je doet? Ja, ik heb zelf ook een tijdje ook met mijn broers erover gehad... en ook andere tatoeëerders die wel in die shop zitten. En die zeiden ook eerst, die raden het ook echt af van... doe het maar liever niet. Maar het is ook iets wat ik al jaren echt als mijn droom zie... en wat ik gewoon echt heel graag wil doen... Dus daarom dat ik gewoon echt ermee begonnen ben. Maar waarom heb je dan niet zoiets van... ik ga het gelijk goed doen en ik zoek een leermeester... en ik ga het in de shop leren en ik open mijn eigen shop? Dat wil ik ook wel gaan doen, maar dat is door de leeftijd dus niet mogelijk nog. Maar ik wil dat zo graag dat je denkt, ik doe het eerst maar
Ja, het is meer gewoon een jaar dat ik nu echt ervaring een beetje kan opdoen. Maar niet dat ik gelijk grote opdrachten ga aannemen of zo. Waarom denk je, Melanie, dat ze zeggen dat je 18 moet zijn? Omdat het dan volgens de wet dan wel kan. Ja, maar waarom is die wet er? Wat denk je? Wouter, wat zou het de reden kunnen zijn? Ja, ik denk, je zet iets op iemands lichaam en dat is er voor altijd en eeuwig. Tenzij je het weg laat halen en dat is ook niet echt fijn. En ik denk dat als je 18 bent, dan ben je volgens de wet ben jij volwassen genoeg om die keuze te maken. Om iemand of iets moois voor zijn leven te zetten, om hem echt te scarren eigenlijk. Ja. En ik denk als je onder die leeftijd zit, dat je nog niet volwassen genoeg bent om die keuze te maken. Dus, niet verantwoordelijk genoeg. Precies, dat ook wel. Niet verantwoordelijk genoeg. Wat reageer je daar eens op, Melanie? Nou, het is eigenlijk wel waar. Ik heb dit ook al van meerdere gehoord en... Ja, het is eigenlijk wel waar, maar het is echt iets wat ik gewoon voor mijn leven lang wil doen. En daar ben ik gewoon echt 100% zeker van. Ja. Joy, zou jij bij haar een tattoo laten zitten? Nou kijk, ik heb zelf een thuis tatoeëerder. Ik heb hem beloofd dat ik bij niemand anders ga tatoeëren, dus ik zou dat niet doen. En over het punt van net hebben met de hygiëne en alles. Kijk, mijn thuis tatoeëerder die heeft bij Schiffmacher gewerkt. Ik ga zijn naam niet noemen omdat hij wel vergoedingen krijgt voor zijn tattoos. Maar hij heeft een eigen kamer en hij zegt zelf, hij heeft bij meerdere tattoo shops gewerkt, dat hun juist met gebruikte naalden tatoeëren en ze wel schoonmaken en dingen. Maar hij koopt alles nieuw. Dus bij hem is er helemaal niks van dit of dat. Want hij heeft zelf al één keer gehad dat iemand naar hem toe is gekomen van die tattoo was niet goed gezet. Het ging er niet om dat het ging ontsteken, maar het ontwerp was niet wat hij wou. Maar die jongen ging wel eerst akkoord toen hij het ontwerp liet zien. Dus toen kwam hij terug. Toen zei hij, ja, ik ga naar de politie. En sinds toen dacht die jongen ook van, ja, kijk, dat wil ik allemaal niet. Ik ga proberen al die dingen te voorkomen. Dus alles wat ik doe is nieuw. En het is fresh. Ik ga geen gebruikte inkt waar ik al in heb gezeten met mijn naald ga ik gebruiken. En ja, die jongen heeft wel overal gewerkt, zeg maar. En hij doet het nu thuis. Oftewel, jij hebt vertrouwen in die thuis tattoo eerder. Ja. Melanie, hoe oud was jij toen jij de eerste tattoo bij iemand zette? Ik was 16. 16? Ja. Is er wel eens wat fout gegaan? Ja, ik heb één keertje één letter heb ik. Dat is zeg maar van een T had ik per ongeluk een H gemaakt. Maar dat kon ik nog, regelen, zeg maar. Ja. Repareren. Ja, beter. Heb je wel eens gehoord van ongelukken die er gebeuren? Ja, ik heb het zelf ook wel eens gezien dat er gewoon echt pus uit de tattoo kwam. En niet door mij hoor. Maar dat heb ik wel eens gezien. En dat er gewoon echt een hele irritatie op de huid komt. En het is allemaal, dat wens je iemand niet toe. Dat wil je niet. Wouter, jij altijd naar een tattoo shop en dan gaat het ook altijd goed? Ja, ik doe het dan bij een vriend van mij. Ik ga ook zijn naam niet noemen, dezelfde redenen. En tof. Hoezo? Dit is toch gewoon een legale. Ja, oké, mag je hier gewoon promoten? Dat is geen probleem. Nou, je mag noemen wie je het. Ik zit bij Hollywood Mark, dat is bij Elandsgracht en bij Time & Dan, zoals staat hij bekend. En bij hem, ik ken hem al van vroeger, zeg maar. Ik vind het leuk om bij hem te tatoeëren. Omdat ik vertrouw hem toe en ik vind zijn stijl heel tof. Hij houdt van Japanse stijl en dat inspireert mij gewoon. En ik heb hem echt gekozen op de manier waar hij tatoeëert. Dus ja. Is tot nu toe allemaal goed gegaan. En nu het hoogtepunt, dan gaat Freya de tattoo laten zien. Echt? Moet ik het doen? Nou, vooruit. Oké. En dat heeft met je ouders te maken? Ja, mijn ouders zijn dus gescheiden. Toen ik 16 was. En wij hebben het heel gezellig gehad met z'n allen. Met z'n vieren, met mijn zus erbij. En voor ons ouderlijk huis stond de Japanse kerstbloesem. En die is gewoon heel belangrijk voor mij.